Hallo, dit is Jacob 205, Dark Man Quest Cartoon. En ik ben hier met Divo. Ik ga nu level 8 doen van Tree Area. Birdstorm. Dus, ja. Ik wou deze doen omdat we nog niet de Tree Pack hebben die we ook graag hebben. En ik denk dat ik het doen al zo wel kunnen krijgen. Ik hoop dat. We beginnen met deze. En dan zetten we die erop. Ik denk dat 3 wel genoeg moet zijn. Och, ik heb meteen eentje in natuurlijk. Vind ik jammer, maar oké. Ik gooi deze weg, want ik heb redstone natuurlijk, dus die moeten we die doen. Och. Ik weet niet of de muziek of muziek in de video hoort, maar best veel muziek. Niet van het spel, maar iets anders. Ik kan gewoon goed zien. Oké, dus ik hoop dat ik niet te veel water moet hebben ofzo. Dit wordt lastig. Ik heb hem meteen in. Dat hij minder damage krijgt, want dat wil ik graag, omdat ik hem niet, als ik er dan eentje in zit, dat hij me niet zo meteen weer dood maakt. Dat is nu echt kan doen. Als ik er nu eentje in zou zetten, zou hij hem meteen weg hebben. Dus dat wil ik niet. Ah, dat is toch daar. Ah. Oké. Okay. Die gaat ook weg. Oh. Ik hoop niet dat ik van die stomme reclame krijg. Soms heb ik dat ik dan opeens op een willekeurig moment reclame krijg van een. En dan gaan ze praten, dat is super irritant. Ik hoop niet dat ik het tijdens de video krijg, want dan. Want het komt ook in de video. Oeh, nice! Stage 1 water. Ik wil jammer van die damage die mij toegedaan hadden, maar ze hebben water pack. Denk ik. Weet ik echt niet. Daar ga ik vanuit omdat ze. Muziekje. Een beetje op de achtergrond. Die harde muziek. 2 staartjes, dat wist ik. Dat krijg ik. Oké. Oké, dan doe ik het zo. Dan ben ik niet met het nieuwe potje. Oké, dat level 5. Hoe lang ik ben nu 3 minuten. Dus, oh, die Ocean Rush. Deze ga ik echt wel nemen. Ik gooi deze weg. Ik pak dit en dan wacht ik even een ronde. Oké. Oh. Oké. Dan doen we het zo. En zo. Dan zet ik waarschijnlijk die stage water weg. Of niet. Kom op zeg. You're kidding me. Oké, goed zo. Ik ga nu even niks weggooien. Maar 6, dat is gewoon veel te sterk. Ik heb er wel zo eentje, maar het is sterker dan ik ermee heb. En hij heeft mij aangevallen. De bitch. Oké. Dan moet ik nu de volgende ronde iets weggooien. Dan kan ik meteen mijn stage
één water erop zetten. Oh. Oké. Oh, dat is echt ontzettend flauw. Ik wil eigenlijk, nadat ik die water in heb gezet, wil ik eigenlijk meteen deze inzetten. Anders gaat hij te veel damage doen. Oh, waarom heeft ik al nog maar 29 damage? Bitch. Ah, ik heb te weinig. Oké, hij doet 9 damage. Dus dan heb ik er zo nog. Shit. Poeh. Lekker dan. Oké, als hij maar geen 3 meer damage gaat doen. Hij kan geen staartje 2 erop gooien, dus dan moet hij wel 3 punten erbij krijgen. Dus... Oké, hier. Hij had nog 2 basis, oké. Dus we gaan nu voor level 6. Kan je dat kan nog wel even. Met Ocean Quest, dat vond ik wel. Dat ging wel goed, dus doen we nog een keer. Voor 1 ei weg. Kan deze erop? Meteen? Nee. Ik hoop dat ik iets beters krijg. Ik bedoel, betere basis. Oké, wat heb ik? Oké. Zo doe ik het wel. 6. Poeh. 8. Dat is veel. Oké, ik hoop dat ik... Oké, goed. 6 damage, hij doet 4, dus... 8. Oké. Ik heb waterpacken, dus dat zou ik ook moeten krijgen. Dus dan is het maar goed dat ik... Dan is het wel goed dat ik die inzet. Dat is niet anders. Kijk, ik heb nu genoeg voor een stage 1 water. Dus die doet 4 damage en dan krijg ik. Zou ik 6 bij krijgen. Oké, dan gaan we. Ik doe 9 en hij 7. En ik sta. Oh, nu doe ik 8 en hij 7. Ja, de muziek is echt wel mest met me. Stage 2. Ik denk dat ik wel ga winnen. Ik heb, hij heeft 7, dus hij haalt mij niet in. Oké, nee, zeker niet. Dat kan nooit, hij kan geen stage 2 inzetten. Ik moet er nog 2 weggooien, dus... Gooit hij hem weg? Hij gooit hem niet weg, dus ik denk dat dat een stage 2 is. Oh, dat is een ei. Dat kan ook natuurlijk. Maar dit was de Evo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan we hebben level 6 gehaald. We hebben water packet. Level 65 van de air, dus we hebben water packet gehaald. Dus het ging op zich wel goed. Dus dan zie ik jullie in de volgende. En dan gaan we meer levels halen. Doei!